Skyline Sport. Met vandaag de wedstrijd UDI Groene Ster. Kan UDI vandaag in de thuiswedstrijd tegen Groene Ster het broodnodige puntje halen voor het klassebehoud? UDI met in de opstelling op doel Thijs van Hooy. De achterste linie in het centrum. Tijmen de Ruiter met Nick van Dijk. Waardoor Mark van der Meulenhof in zijn laatste officiële wedstrijd voor UDI op de bank terechtkomt. En met Jaap Benkers van daaruit op de rechtse kant spelend. Voor de rest de bekende namen. Groene Ster. Vrij inmiddels van degradatie en voor promotie. Met als sterkmakers de nummer 10 aanvoerder van Kesteren. En in de spits van de aanval, in de punt van de aanval, Davy Safarin met een betaald voetbalverleden bij onder andere Roda JC en FC Os. UDI, zoals gezegd, had vandaag aan één punt voldoende om zich definitief vrij te spelen. Maar vanaf het begin was duidelijk dat er toch wel wat spanning op het duel zat bij de Udenaren. In de vijfde minuut de kans van Kevin van Veen die het zijnet trof. Groene Ster, zoals gezegd, vrij van alle zorgen, speelde eigenlijk een beetje een wat makkelijke wedstrijd. Niet echt de intentie om alles uit de kast te halen, om van daaruit met de drie punten naar het Limburgse terug te keren. Aanvoerder van Kesteren. Bal wordt geblokt en via een UDI-verdediger wordt het een corner. Bal wordt hoog ingebracht. En in het duel met Gifrino Eind blijft Thijs van Hooy uiteindelijk overeind. En zeker in de beginfase was UDI wat huiverig om te spelen. Hikkend op het punt wat al bij de 0-0 binnen was. Hier een ingreep van Giovanni Henskens. Via Michiel van Zuidam komt hij bij Kevin van Veen en zijn schot belandt naast het doel. Bal wordt weggewerkt door Robin van Kuik. En het handje van Tijmen de Ruiter op de schouder van de tegenstander, wat resulteert in een vrije trap. Let op. Beas achter de bal. En zijn schot belandt buiten het bereik van Thijs van Hooy op de paal. En hier kwam UDI in die beginfase goed weg. Volgende moment. Tokaya manoeuvreert zich makkelijk door twee verdedigers. Bal komt bij Zafarin. En zijn voorzet. En daar gaat Jaap Benkers het duel aan. En zijn tegenstander gaat makkelijk tegen de grond. Te gemakkelijk voor een 11 meter. En UDI zet eventjes druk. Zafarin wordt onderschept door Kevin van Veen. Komt nog een keer in het duel als winnaar tevoorschijn. En gaat vanaf de zijkant naar binnen. Naar zijn specialiteit het naar binnen draaien en dan afdrukken. Alleen dit schot levert geen probleem op voor doelman Thijssen van Groene Ster. De 1-2. Tim Wolf met Robin van Kuik. Tim Wolf gaat door. Komt weer bij Robin van Kuik. Voor zijn linker. Maar dat is een makkelijke prooi voor doelman Thijssen wederom. Michiel van Zuidam speelt in op Kevin van Veen. Joep van Geelkerken met de crossbal. Op Kevin van Veen. En dan komt de voorzet. Tim Wolf komt op dat moment voor zijn tegenstander. Maar kan zijn hoofd niet genoeg kracht tegen de bal meegeven. En ook uiteindelijk deze bal levert weinig gevaar op. In de 32e minuut. Joep van Geelkerken gaat door. Wordt uiteindelijk gestuit door Jeroen Habets. En dit levert een corner op voor UDI. Een corner met gevolgen. Henskens strak ingebracht en Nick van Dijk torent hoog boven de verdedigers en de doelman uit. En kopt de 1-0 prachtig tegen de touwen. Een prachtig doelpunt voor deze jongeling die vandaag als man of the match werd uitgeroepen. En wederom blijk geeft van zijn progressie die hij dit seizoen heeft doorgemaakt. Michiel van Zuidam. De paas op Kevin van Veen. De voorzet wordt weggewerkt. Michiel van Zuidam. Let op. De actie op de achterlijn. Alleen zijn voorzet wordt geblokt door aanvoerder van Kesteren.
De corner weer van Henskens. Strak ingebracht. Ditmaal weggewerkt. Door de verdediging. En de afvallende bal valt bij Joep van Geelkerken voor zijn voeten. En zijn pegel gaat net naast het doel. De overname van Tijmen de Ruiter komt bij Kevin van Veen. Het schot wordt ditmaal gestuit door wederom doelman Thijssen. De tweede helft. Met Anwar Tuithof in het veld voor Tim Wolf. En Groene Ster hoefde niet zo nodig. En hier de voorzet van Kevin van Veen belandt op het hoofd van Joep van Geelkerken. En zijn inzet belandt net naast het doel. En dan hier de grote mogelijkheid voor Michiel van Zuidam. Prachtig voorbereidend werk van Kevin van Veen. En Michiel van Zuidam mist voor open doel de kans op de 2-0. En zodoende de wedstrijd in het slot te gooien. Safarin, begonnend als diepe spits, liet zich de tweede helft steeds verder terugzakken om van daaruit het spel gestalte te geven bij Groene Ster. De makkelijke 1-2 wordt ingebracht en Robin van Kuik brengt redding voor de inkomende nummer 12, Tokaya, de korte corner. Schot wordt geblokt door Michiel van Zuidam in eerste instantie, weggewerkt en dan komt hij voor de voeten van de nummer 11, Roel Schera. En ook zijn inzet belandt ruim naast het doel. De overname, Anwar Tuithof. De 1-2 via Robin van Kuik. Komt bij Bas van den Berg. Kan van buiten naar binnen. En zijn schot wordt gepareerd met de voet door doelman Thijssen. Goeie actie. Aan de linkse kant. Stand blijft 1-0. De overname van Joep van Geelkerken. Goed druk gezet. Komt bij Anwar Tuithof. Gaat naar binnen. Bij Joep van Geelkerken. En Joep gaat wel makkelijk naar de grond. En ook dit levert geen strafschop op. De wissel. Johan Vissers. Ook in zijn laatste wedstrijd van dit seizoen. Maar ook zijn laatste wedstrijd bij UDI. In de selectie. Komt in het veld voor Bas van den Berg. UDI dat ondertussen wist dat Baronie een ruime voorsprong had tegen Deurne, waardoor UDI zelfs bij een nederlaag gevrijwaard zou zijn voor het spelen van degradatiewedstrijden. Een makkelijke passeeractie, nog een keertje op de achterlijn en uiteindelijk brengt Joep van Geelkerken redding en UDI kan verder bouwen. We zitten in de laatste minuut van de wedstrijd. De lange uittrap van Thijs van Hoei wordt door een verdediger onderdoor gelopen. Komt bij Anwar Tuithof en die brengt met een prachtige actie en een prachtige stif de voorsprong op 2-0. En UDI boekt uiteindelijk een belangrijke overwinning op Groene Ster en speelt zich hiermee definitief veilig. Het einde van de wedstrijd nadert en zo komt UDI uiteindelijk op een 2-0 overwinning. Bas, proficiat jongen. 2-0 overwinning op Groene Ster. Vrij van na-competitie gehandhaafd. Ik denk vijfde, zesde plaats. Ging moeizaam vanmiddag. Ja, je zag wel dat er wat druk op deze jongens zaten. En ja, wat wij in ieder geval voor de wedstrijd tegen onze spelersgroep gezegd hebben. Je moet gewoon zo diep willen en durven gaan. Dat je uiteindelijk altijd maar één ding voor jezelf kunt zeggen. Dat je er alles aan gedaan hebt om een goed resultaat te behalen. Ja, wij spelen vandaag tegen een ongeïnspireerd Groene Ster. En ik zeg niet dat onze redding is geweest. Maar je merkte wel dat we vandaag tegen een tegenstander speelden die niks meer te winnen en ze zeker niks te verliezen hadden. En wellicht heeft het daarmee te maken dat we uiteindelijk toch wel redelijk simpel met 2-0 winnen. Ja. Een andere vraag. Hoe kijk je terug op het seizoen bij jullie 19? Ja, een seizoen met pieken en dalen. Maar uiteindelijk natuurlijk wel een seizoen waar we toch wel stappen hebben gemaakt. En met name in denkwijze. En
in hoe professioneel je met je sport moet omgaan. En dat zal volgend jaar gaan we daar ook stappen in maken. Doordat we natuurlijk die spelers vanuit Kuik weer teruggaan. Met Bart Verschijnel erbij. Rob Segers erbij. En dan zul je zien dat er in één keer een stukje professionaliteit in die groep gaat komen. Waar iedereen in mee moet. En ik merk wel dat er een aantal jongens nog wat moeite mee hebben om daarmee om te gaan. En wellicht ook door meer in ieder geval mijn manier van coachen en mijn gedachten over voetbal. Aan de andere kant, ik weet niet waar we nu staan. We hebben nu gewonnen en we gaan de Groene Ster voorbij. En ik denk dat we uiteindelijk in de linker rijtje zijn beland. Nou, dan denk ik dat we het goed hebben gedaan. En voor het seizoen dacht ik van als we daar een linker rijtje terecht gaan komen, dan doen we het gewoon heel erg goed. Nou, uiteindelijk zijn we in het linker rijtje beland. En dan mag je denk ik heel trots zijn op het UDI. Dankjewel Bas. Ik wens jou een hele fijne vakantie en ik zou zeggen tot in augustus. Nee, 30 juli starten we alweer. Dus dan zijn we weer paraat en daar hebben we alweer zin in. Dat brengt ons bij de uitslagen in de hoofdklasse B. Blauw-geel boekt wederom een knappe, riante 6-0 overwinning, ditmaal uit bij EHC. Verder van belang de uitslag Zomeren tegen Schijndel. Door de winst van Schijndel is Schijndel definitief winnaar van de derde periode, waardoor zowel UDI als Blauw-geel met lege handen blijven zitten. En dat brengt ons tot de stand in de hoofdklasse B. Kampioen zoals bekend al UNA. Onderin Zomeren en Brabantia degraderen rechtstreeks. Deurne en Goes gaan op voor de nacompetitie. En zowel UDI als Blauw-geel komen uiteindelijk in het linker rijtje terecht. Dat was Skyline Sport voor dit seizoen, de laatste wedstrijd. Wij bedanken u voor het kijken en wij zien u graag volgend seizoen terug bij een nieuwe editie van Skyline Sport. Skyline Sport.